Deze freesmachine die had ik. Die heb ik altijd in de werkbank gehad. Die hing hieronder. Maar die heb ik natuurlijk vervangen voor de freesmachine die in de pentorouter hing. En ik wil eigenlijk deze gaan gebruiken voor de pentorouter. Dan wordt het allemaal een stuk lichter en wat stabieler. Maar dat is toekomst. Daar heb ik geen haast mee. Nou wil het feit dat ik op het moment dat ik deze vervangen had, dat deze ermee kapte. Hij maakt er heel raar van uit. Een beetje een raar extra geluid, dus ik vermoed dat er iets met de lagers aan de hand is. Dus ik ga hem even openmaken, kijken wat er aan de hand is. Deze freesmachine is al erg oud, dus ik weet niet zeker of ik er nog wat aan kan doen. Maar... hij wil er niet uit, dus ik ben bang dat er van de onderkant ergens wat blijft hangen. Ik had eigenlijk verwacht dat ik alleen het kopje eraf kon halen, maar dat is dus niet zo. Ik zie het al. Dit ding draait mee, dat die ring die hier zit, die draait mee. Dat hoort niet mee te draaien, volgens mij. En daardoor is die plastic gewoon gesmolten. Wat is de andere kant los? Ja, daar komt de motor. Iets makkelijker bij. Maar dat lagertje, dat loopt nog hartstikke mooi. Dus ik ga er niet vanuit dat dat versleten is. Gewoon alleen nog wat dan versleten is. Dus dan is het toch dit. Eens kijken of ik hem los kan tikken. Ja, dit is een kogellager. Nou, die ziet er niet zo goed uit. Er ontbreken een paar kogels. Ja, dan gaat het een nieuwe worden natuurlijk. Dus dit lager is sowieso verrot. Waar dan de kogels gebleven zijn? Goeie vraag. Dit is het lager. Ik moet eigenlijk zeggen, dit was het lager, want er is niet zoveel meer van over. Nou, ik had natuurlijk een nieuwe lager besteld, een nieuwe lagerhuis bij Black & Decker. Hier binnen zit keurig een lager in. En ik heb er nog een gekregen. En nog een. En nog een. Ik heb gewoon een hele doos van die dingen gekregen. Ik heb er één besteld. Dat is wel erg genereus van Black & Decker. Maar ik ga er toch maar even over bellen, want het lijkt me niet goed. Nou, ik heb dus het nieuwe onderdeel binnen. Dan moet ik er maar even op zien te krijgen. Hij zit er al op. Nee. Hij zit al. Dat loopt goed. Dit lagertje is nog goed, dus dat is wel mooi. Dat is vreemd. Waarom past dat niet? Het lijkt alsof hij nog niet helemaal erop zit. Ik ga even proberen of ik hem met een stukje pijp erop krijg. En dan in de bank zo. Dat is hier wel. Nou, waar zit hij te ver? Nou, maar één manier. Zo dan. Beter. Gaan we het toch proberen. Zo.
toch raar, want nou had ik niet. Het lijkt erop alsof dat lamelletje verschoven is. Als ik juist bekijk. Ik weet het wel zeker. Dus dan moet hij er toch uit. Juist. Kijk. Dat is het betere werk. Eerst ga ik hem vastzetten. Ik had er wel goede schroeven. Ik dacht die schroeven allemaal hetzelfde waren, maar die schroeven zijn niet helemaal hetzelfde. Je ziet dat de draad hier wat verder doorloopt. Laten we zeggen, goh, gaat hij lekker soepel mee. Zo is het niet mooi. Ja. Zo gaat hij mooi. Goed zo. Blokkering voor het vastzetten van de vrees. Werkt ook. Busje erin, ventiel erop. Zo, dat gaat stuk sneller. Nu ben ik benieuwd. Zo, hij is wel helemaal top. Dat klinkt weer als een nieuwe. Helemaal goed.